deze nieuwsuitzending. Die gaat over Theosofie. En ja, dus Helena Petrovna Blavatsky. En ik heb enig recht van spreken. Er is een periode geweest in mijn leven. Wanneer was dat? 2004, 2005. Ongeveer. Meer dan 10 jaar geleden. Toen ben ik... Er was een periode dat ik gestopt was met roken. En dat was 2006. Als ik me goed heb. Nee, dat was daarvoor. Nee, dat kan wel eens een beetje 2004, 2005 geweest zijn. Gestopt met roken, gestopt met alcohol drinken. En er hingen er van die posters. Dat de theosofen weer eens bij elkaar kwamen. Toen dacht ik, kom, wat is dat eigenlijk? Dat is wel interessant, hoor. Je had in Arnhem had je de Theosofische Vereniging. Dat waren een stelletje ja, van die oudere dames. En die zaten ergens bij het spoor in Arnhem. Langs de Utrechtse weg. Ik denk dat ze er nog steeds zitten. Maar ik ben er heel lang niet meer langs geweest. Je ziet het niet gelijk. Maar als je te voet gaat, dan moet je even in ieder straatje. Het is een zijstraatje van de Utrechtse weg. En dan vanaf de Utrechtse weg richting... Zeg ik nou goed? Utrechtse weg. En dan loopt er een straatje vanaf de Utrechtse weg richting het spoor. En dan vlak bij de Utrechtse weg, een van de eerste panden, daar zat ze toen zo'n houten bordje. En dat is de Theosofische Vereniging. Daar ben ik op. Een paar keer geweest. Ik heb er ook boeken geleend van een bibliotheek. En ik lees graag. Zo boekjes gelezen. Ik bracht daar een keer een boek terug. Maar dat was veel te laat. En die vrouw die nam dat gewoon heel geduldig in ontvangst. En ik zei tegen die vrouw. Ja, ik ben wel te laat. Ik had al lang... Je had al lang moeten bellen. Ik denk, ja, ik zal het me eerlijk zeggen. En die vrouw keek me zo aan. Maar nou zeg, een beetje kritiek hebben op ons. Wij zijn ook niet meer zo piep. Ja, ik heb al die boeken die ik geleend heb netjes teruggebracht. Ik heb hier in huis heb ik de geheime leer. Van Helena Petrovna Blavatsky. Onbegrijpelijke meuk. Dat is geschreven door Helena Petrovna Blavatsky. En dat is geschreven op basis van informatie die dan doorkwam via channeling of zo. Tibetaanse meesters. Heel geheimzinnig. Ja, het zal wel. Ik vond de geheime leren niet heel indrukwekkend. De typografie vond ik bij het irritante af. Ik ben er erg gevoelig voor. Als je dan toch iets schrijft, ja, zorg ervoor dat die pagina's er mooi uitzien. En niet de hele tijd hoofdletters gebruiken. Ja, de hele tijd, maar niet regelmatig hoofdletters gebruiken. En ik weet nog dat ik het aan het lezen was. Ik heb ze allebei helemaal uitgelezen. En ik zat elke keer, ja, wanneer komt het nou? Ja, je kan wel wat fantaseren. Wat me bij is gebleven is dat
Wat wel opmerkelijk is, dat in het getal pi, dat is de verhouding tussen de diameter van een cirkel. Nee, tussen de omtrek van een cirkel en de diameter. Als je een cirkel hebt met een diameter van 1 meter, dan is de omtrek, dat is pi. 3.14159216. Maar ik vind het ook knap dat ik die eerste decimale uit mijn hoofd heb. Nou, en het vijfde decimaal, of het vijfde, nee, zeg ik wel, het vijfde cijfer. De 3 is de eerste, de 1 is de tweede, 4 is de derde, de tweede 1 is de vierde. En het vijfde cijfer is een 5. Dus de 5 is 5. Nou, dat is zo. En volgens Helena Petrovna Blavatsky zit daar een heel verhaal achter. Ja, dat zal. Die lezing bij de Theosofische Vereniging, by the way, die was heel mild. Maar best wel leuk. Ik heb daar rooibos thee gedronken. Je kon kiezen tussen rooibos thee en sterrenmunt. Heb ik toen sterrenmunt gedronken. Heel sober, een zaaltje wat niks voorstelde. Van die eenvoudige stoeltjes. Ik weet niet meer waar die lezing over ging. Was kennelijk niet zo schokkend. En toen daarna, dan belandde ik bij de stichting ISIS. En die hingen hier in de stad mooie, veel kleuren, drukke postertjes. A3 formaat of zo. Iets kleiner misschien. En hier bij schoenmaker Wim, dat is een hele goede schoenmaker. Mijn schoenmaker. Daar hingen dan, als die lezing geweest was, dan haalden ze het postertje weg. En dan hingen eens in de 2-3 maanden of zo. En dan hing er weer eentje. Dat werd aangestuurd vanuit Den Haag. Als ik me goed herinner. Nou, daar ben ik wel 5 keer geweest. Dan. Dat vond ik, ja, die waren wel informatief. Hele leuke lezing over ontologie, hè? Over waar het zijnde vandaan komt. Net als Genesis, hè? Dat is ook een ontologie. God krijgt de schuld van alles. Oh, het is God die de tijd heeft neergezet en daarmee de hemel en de aarde heeft gecreëerd. God, de God, de God, de God, de God. Ja, dat is de Bijbel. Die vind ik vrij simpel. Hun hebben een ingewikkelde. Eerst werd de mens geschapen en toen kwam de aarde. Ga er maar aan staan. Maar op zich, waarom niet? Ja? Als Mozes mag zeggen, God is de oorzaak van... Alles wat we hebben, dus tijd, hemel, ruimte en aarde, materie. En meer is er ook niet. Ja, dat vind ik zelf makkelijker. En dan op de aarde dan de scheiding tussen het droge en de wateren. En dan de rest met planten. Er moet nog een maan bij. Het licht voor in de nacht. Ja, dat vind ik dan... Ja, dat spreekt mij meer aan. Vind ik eenvoudiger. En die ontologie, die zijnsleer van de theosofen. Ja, eerst dus de mens... Ja, die kon dat er geen aarde hebben. Maar die was er dan in gedachten. Maar, trek ik op wel.
Ja, ik vind dat je dat mag opschrijven. Er is geen bewijs van dat het zo is, maar dat is ook niet van Genesis 1. Laten we eerlijk zijn. Een beetje normaal blijven tegen elkaar, hoor. Als de ene dit mag schrijven, dan mag de ander wat anders schrijven. Ik vond die lezing over... over die ontstaan, best wel aardig. En ze geloven in reïncarnatie. Met een hele leuke verklaring voor het begrip overbevolking. Want hun zeggen, nou ja, mensen die boosaardig zijn geweest tijdens hun leven, die zijn maar heel even dood en dan zijn ze er weer. En we hebben nu overbevolking en dat komt omdat iedereen in de afgelopen tijd, dat waren bozo's. Terwijl als je goedaardig leeft, ja, dan mag je 2000 jaar tukje doen. Aan gene zijde. En dan word je pas weer teruggestuurd naar de aarde. Wow. Nou, vind ik ook wel. Niet dat ik geloof in reïncarnatie. Maar als je er dan toch wat over wil zeggen, dan kan je dat wel zeggen, vind ik. Hoe? Ik wil er niet zo moeilijk over doen. Ik ben van een hele andere afkomst, een hele andere idee over dingen. Maar zo mag je het toch ook zien. Ik weet niet wat je eraan hebt, maar het is wel zo, ze zijn moreel. Behalve wat ze hebben uitgefroten met Jiddu Krishnamurti. Dat heeft Jiddu Krishnamurti die mensen niet in dank afgenomen. Arme Jiddu. Jiddu Krishnamurti was een straatschoffie. Die had een jongere broer. En die werd door. Waar die bent. Maar dat schiet me zo op de binnen. Ledbetter. Ledbetter was naar India gestuurd. Van ga eens op zoek naar de Maitreya. Ja, en die zag hij dan. Die dacht hij te gevonden te hebben in Jiddu Krishnamurti. Boze tongen beweren dat daar iets met seks heeft plaatsgevonden. Dat sluit ik niet aan. En de Maitreya, dat is de wereldleider. Die dan onder bestuur zou komen te staan van de theosofen. Ja, Jiddu Krishnamurti heeft voordat zijn grote carrière zou gaan beginnen, de goede gemeente bij elkaar geroepen. En gezegd, beste mensen, ik ben aangewezen als de grote Maitreya. Maar ik zeg dat ik jullie leider niet kan zijn. Want niemand kan jullie leider zijn. Staat het niet ook in de Bijbel? Jazeker. Noem niemand op deze wereld je vader. Er is geen papa. Ook geen paus. Ja, er is wel een paus, maar dat is de paus niet. Dat is niet de vader. Dat is iemand die moet je zo noemen. Ja, je kan mij ook een giraf noemen. Oh, heilige giraf. Mogen we je Perry noemen? Ja, natuurlijk. Maar daarmee ben ik geen giraf. Ook al noem je mij de heilige giraf. En de paus is niet de heilige vader. Ook al noem je hem zo. Of moet je hem zo noemen. Maar hij is het niet. Noem niemand op deze wereld je vader. Dat staat in de Bijbel. Dat verzin ik niet uit het Frans. Ben jij maf. Even een klikje doen op mijn computer. Ik moet een hele hoop uploaden. Ik moet opschieten. Ze zitten met de bennen.
Gelukkig heb ik allemaal kopieën hier in huis. Stichting Thuiskopie. Ik heb zo'n NAS, een terabyte, gespiegeld. Het ding kan niet kapot. Ja, een van de schijven kan kapot, maar dan heb ik altijd die andere. Mag hopen dat die werkt. Ja, dat weet je pas als er een ongeluk gebeurt. Hè? Ik krijg hier een leuk mailtje binnen. Maar niet. Het is volgens mij een goede baan. Respect. Ik heb een link gedeeld. Is dat van mij? Kijk, even doen. We hebben het over eeuwige onderwerpen. Oh, wat lief. Ja, zeg. Respect krijg ik van haar. Moet ik even dankje schrijven, dat is er wel waar. Het is de enige vrouw op YouTube en Facebook of zo. Die positieve dingen kwam. Dankjewel, lieve meid. Ja, ze is helaas getrouwd. Nou, hij is niet helaas. Ik ben blij dat ze getrouwd is. Voor haar dan. Hè. En in mijn huwbare leeftijd, maar dan was ik waarschijnlijk straal voorbij gelopen. En dan was ik meer bezig met computers en koffie drinken. En hier heel veel respect. Hou vol en ik hou van jou. Ja, heel goed. Ja, terug naar die theosofen. Het gaat erom wat ik ervan weet. Ja, Jiddu Krishnamurti die heeft afscheid genomen. Die heeft bedankt voor de eer. Nou, toen konden ze er niks meer aan doen. Toen is Jiddu Krishnamurti naar Nederland vertrokken. En hij heeft zich genesteld, gevestigd in Ommen. Dat is in Zwolle, daarbovenin. Nou, toen konden de theosofen weer opnieuw gaan zoeken naar hun Maitreya. Het niet gelukt. Geen tweede gekomen. Lammen ziet u. Ze hebben ook nog die theosofen nog een andere tegenslag gehad. En dat was met Rudolf Steiner. Die is toen de antroposofie begonnen. En theosofie, sofie betekent kennis, wijsheid. En theos, dat is God. Gods kennis. Nou, dat kan helemaal niet. Ja, in die zin is theosofie eigenlijk een beetje kinderachtig. Want Immanuel Kant, die heeft toch echt duidelijk aangetoond dat kennis van God, dat kan niet. Geen theoretische kennis van God. Dat is onmogelijk. En dan kan je niet zeggen, zoals Marco zegt, ja, maar die Immanuel Kant, nou, dat weet ik ook niet. Ik ben het wel eens hoor met hem, als hij dingen zegt waarvan ik denk van ja, dat kan wel kloppen. Maar als hij dan dingen gaat zeggen waarvan ik denk van nou, is dat wel zo? Ja, dan ben ik niet de persoon om even te kijken wat hij nou precies heeft gezegd. Want ja, dat doe ik niet aan. Nou, ik weet niet hoe jij erover denkt. Maar ik zou er iets dieper over nadenken dan Marco. Nou, kennis van God, dat gaat niet. Kennis gebruiken, theoretische kennis gebruiken om het ontstaan van alles te verklaren, wat evolutionisten doen, hè? Materialisten noem ik ze ook wel. Maar dat kan er helemaal niet. Of net zo goed niet, moet ik zeggen. Er zijn twee munten van dezelfde, nee, twee kanten van dezelfde
foute munt. Dat ik het even. En dat stak Steiner ook in. En daarom is hij de antroposofie begonnen. Want de antropos, dat is de dat betekent mens. Kennis van de mens. Menswijsheid. Wat is een mens? En de antropos is dan de mens zoals die van nature bedoeld is. En daar kan je over nadenken. En antroposofie is geweldig, vind ik. Steiner is een leuke auteur. Beter dan Helena Petrovna Blavatsky. Moet ik zeggen. Ik keek even omlaag en ben een checkje aan het draaien en ik ga ze dadelijk stoppen met roken. Dan kan ik bij de zevende dag adventisten gaan. Als ik mijn pak weet aan te schaffen. Maar dan voldoel ik in elk geval aan een paar voorwaarden. Koffie drinken doe ik toch al niet. Dat mag ook niet bij de zevende dag adventisten. Alcohol drinken, dat doe ik zo niet meer. Wiet roken ook niet meer. Ik zit nu aan mijn laatste pakje check. En belofte maakt schuld. Kijken hoeveel wilskracht ik heb. Tegenwoordig. Ik ben wel eens vaker gestopt met roken. Niet zo één probleem. Antroposofie. Ik zou, als ik jou was, wat boekjes van Rudolf Steiner op de kop tikken. Melodie. Maar ik ga het nou niet opzoeken. Want ik had het niet over de antroposofie. Ik had het over theosofie. Vreemde stroming. Het boek van Helena Petrovna Blavatsky. En dat heet Isis ontsluiert. Isis unveiled. Dat vond ik een heel leesbaar werk. Dat is meer historisch. Waarin zij zegt dat die stroming die zij, Helena Petrovna Blavatsky, op de kaart heeft gezet, ergens in de 19e eeuw, dat die zijn oorsprong heeft in de 3e eeuw. En de 3e eeuw, dat is de eeuw van het neoplatonisme. Waar Plotinus bij hoorde. En de Koran, dat is ook neoplatonistisch. Dat weet ik op basis van het feit dat ik een geannoteerde Koran heb geleend van de bibliotheek. In de dagen dat de bibliotheek hier in Arnhem nog dat soort interessante boeken in de schappen had staan. Dat is allemaal verdwenen. By the way. Erg jammer. Overigens. Denk die lullo's om. Ja, het is maar wat. Een mooie wereld. Maar in die geannoteerde, dus met voetnoten, betekent dat. Dan wordt het uitgelegd. Ja, als je dat zo leest, in die tijd kon ik al wat filosofisch lezen. Dan lees je op een wat, ja, probeer het maar eens uit. Het is allemaal niet even makkelijk. Het was in het Nederlands hoor, ik ga geen Arabisch leren voor zo'n geintje. Nederlandstalige versie. En dan met die voetnoten erbij. Dit refereert aan dat, dit refereert aan zus. Neoplatonisme. Een beetje jammer daarvoor dan voor de theosofen is dat Plato, dat was een ongelofelijke eikel. Ik heb niets van die vent gelezen waarvan ik denk van, oh wat leuk, ben jij maf. Ik ga er nog een andere uitzending aan wijden. Aristoteles, nee je moet beginnen, Socrates, Plato, Aristoteles.
drie grote jongens uit het oude Griekenland. Van Aristoteles, Aristoteles heb ik niets dan respect voor. Ze hebben een enquête gehouden onder toonaangevende filosofen hier in Nederland. Je hebt in Nederland zo'n magazine, filosofie magazine. Ik heb er ook ooit een abonnement op gehad. En hebben ze onder de lezers of whatever. Namens dat blad hebben ze filosofen gevraagd van wat vind je nou het beste boek op filosofisch terrein dat geschreven is. Nou, nummer 2 stond De Kritiek der reinen Vernunft van Immanuel Kant. Daar heb ik een hele mooie uitzending over gemaakt. Erg trots op. Het is mij gelukt om in een uur tijd de kern van De Kritiek der reinen Vernunft. Bijna in een kwartier leg ik het uit. Dat leek net wel snelschaken, hè? Want ik zat erop te letten, want dan wil ik binnen een uur blijven. Want ik snap ook wel dat jullie... Een uur is best al veel gevraagd, hoor. Van iemand. Dat weet ik wel. Ik wilde per se niet ver over het uur heen gaan. Het ergste wat ik doe, dat is een uur en 7 minuten. Maar dan vind ik het mooi geweest. Een heel enkele keer ga ik er overheen en meestal gooi ik ze weg. Tegen mezelf zeg van doe dat maar over niet. Nou, op nummer 1 stond de Ethica Nicomachea. Daar heb ik stukken uit moeten leren. Was onderdeel van de lesstof. Heel interessant. Ja, Aristoteles is boven alle twijfel verheven, wat mij betreft. Plato was een sukkel. Bah. Die schreef net zo goed als Thierry Baudet. En dat is geen compliment. En dat dan verbeteren. Nee. Appeltaart met koeienstront. Nu neo. Ja, wat mij betreft blijft het appeltaart met koeienstront. Ook al is het vernield. Dus dat is dan een beetje jammer voor Helena Petrovna Blavatsky. Maar het is neoplatonisme. Het wordt in die stroming plaats, thuis. Van Helena Petrovna Blavatsky gaat het verhaal. Zij was een Russische aristocraat, of uit zo'n dure familie. Dat ze te voet is gelopen naar Tibet. Nou, dat zou kunnen. Waarom niet? Ik ben wel even aan het wandelen, maar... Wel. Kijk hoe ver het is. Even voor de gein. Kom op, sorry. Ja, maps. Google. En doe even voor het gemak. Moskou. Ja, ik weet niet of ze in Moskou woonde, maar ongeveer. Moskou. Ja. Russia. Ja, Moskou. En dan willen we directions. En dan gaan we naar Tibet. Ja, Tibet. China. Ja, precies. En dan wandelen. Ja, kom op. Dat is wel een moeilijke opdracht natuurlijk voor die arme maps.google. Walking not available. Oh, en dan met de fiets dan? Oh, dan kan je ook niet fietsen. Met vliegtuig? Oh, dat kan ook niet. Met de trein, dat kan ook niet. Met de auto kan ook niet. Oh.
naast zich. Nou, het is wel een heel lijn. Dus even kijken. Als je in een rechte lijn zou lopen, wat natuurlijk niet kan. Dan heb je, dit is een 1000, dit is een 2000, dit is een 3000, dit is een 4000, maar 5000 kilometer. Nou, dat is toch wel een aardige tijd, denk ik. Maar 5000 kilometer, zei ik, hè? Ja. Rekenmachine. 5000 kilometer. En dat gedeeld door, zullen we zeggen, per dag. 40 kilometer per dag? Dat moet kunnen. 8 uur wandelen per dag, joh. Ja, zo. Is. 125 dagen. Nou, dat kan. Zeg maar een half jaar heb je daarvan nodig. Ja, dat kan. Waarom niet? Ah, een heel jaar. En dan terug met paard en wagen. Dat zou kunnen. En in Tibet kwam ze dan die Ascended Masters. Verheven meesters. Wat is Ascended? Dat heb ik verkeerd vertaald. Ik ben niet zo heel goed in Nederlands. Ah, wel een klein beetje. Maar. Translate. Google. Cool. Kijk op de video. En dan Ascended. Ascended. English detected. En dan wil ik weten op zijn Arabisch graag. Nee, natuurlijk. Duits. Heb je nog Duits? Ja, ze hebben Duits. Opgestegen. Oh, natuurlijk. Ja. To descent is afdalen. To ascent is opstijgen. De opgestegen meesters. En daar heeft ze al die grote geheimen gehoord. Maar goed, terug naar die leer. Dus eerst was de mens en toen kwam de aarde. Vroeg mijn dochter aan mij. Dus pap, wie was eigenlijk de eerste mens? Goeie vraag, hè? Mijn dochter was. Nou, dat was toen 6. Ik was erg tevreden met die vraag. En heel politiek correct heb ik toen niet gelijk gezegd. Nou, dat was Adam. Had ik wel kunnen doen, maar. Ja, ik had er helemaal geen Bijbel gelezen met het lieve kind. Dat wilde ik haar niet aan. Ten meer dat als die moeder dat te horen krijgt. Wow, daar zit je bijbelindoctrinatie. Die komt van die vader van jou. Nou, daar ga ik wel wat voor zeggen. Ik denk, nou, daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Dat is eigenlijk raar. Ja, kijk. Globaal gesproken zijn er twee ideeën. En het eerste idee was dat de aarde er eerst was. En toen kwamen de mensen. Dus dan heb je echt een eerste mens. Lijkt mij, hè? Volgens de Bijbel is dat Adam. Dan moet je even weten hoe Hebreeuws in elkaar zit. Maar Adam, op zijn Hebreeuws, dat is een beschrijving. Omdat in het Hebreeuws elke letter een begrip is. Wat het begrip precies is van Adam, weet ik niet meer. Ik zei, maar dat heb ik niet gezegd. Ik zei, als je ervan uitgaat dat de aarde als eerste was en dat er toen de mensen kwamen, nou, dan is er een eerste mens. En, zei ik, er is ook een andere gedachte onder de mensen. En die zegt, dat is die theosofen, eerst was de mens er. Dus heel veel mensen. En toen pas kwam de aarde. Eerst moest de mens er zijn, voordat het universum de noodzaak zag van, ja, we hebben allemaal mensen, ja, die moeten toch ergens wonen. Oh, dan maken we een aarde. Oh, zei mijn dochter, zit het zo? Nou, dan weet ik het. Doeg. Ik mooi zo, van die vraag ben ik af. Ah, je moet kinderen van die leeftijd niet lastig vallen met dat soort ingewikkelde dingen.
Arthur Schopenhauer heeft netjes gezegd, dat noem je dan metafysica. Daar moet je mensen niet mee confronteren voordat ze 13 zijn. Op z'n vroegst. Maar er zijn heel veel mensen, als Mark Ouwe, die is al ook al in de 50. Oh, die moet je er nog helemaal niet mee confronteren. Die is nog helemaal niet aan toe. Aan metafysica. Zal waarschijnlijk ook nooit meer gebeuren. Is het te laat. Too little, too late. Maar je weet het niet, hoe een koe een haas van. Dat is aan Marco. Maar een kind van 6, daar ga je niet moeilijk af. Maar ik was wel blij dat ik bij die theosofen was geweest om die vraag van mijn kind op een, noem maar, educatieve manier af te wippelen. Dan zei helemaal zo, oh, wat een gedachte kreeg ik allemaal. En ze wil lekker buiten gaan spelen met de bal. Nou, die theosofen die hebben dus een heel ding met reïncarnatie. Ze hebben een moraal, zonder meer. Ik heb hier een boekje, dat heet Occulte Verhalen. Van, ik moet die, ja, die naam weet ik wel. En ik heb geen zin om op te staan en het boekje nu te pakken, maar het staat hier boven in de kast. Dat heb ik gekocht bij zo'n lezing van de Theosofen, de Stichting Isis. Hè? Theosofische Stichting, niet te verwarren met de Theosofische Vereniging, want dat is een lokale oudere damesclub met leuke verhaaltjes. Maar bij die Stichting Isis, dat is wel goed informatief. Met een overheidsprojector, goed voorbereid. En twee mannen die dan het woord hadden, en die ene die heette Flip Whisky. En die andere heette Barend Voorham. Ik geloof niet dat dat echte namen waren. Misschien dat die ene inderdaad Flip heette. En die andere heette inderdaad Barend. Maar die achternamen. Want wat is nou een Voorham? En wie noemt zichzelf nou Whisky? Maar waren aardige kerels. En dan is er tussendoor een pauze. Ik kreeg 3 kwartier kletsen, kletsen, klets. Heel onderhoudend hoor. Goed voorbereid. Niks aan de hand. En het materiaal wat ze voorlazen, dat werd, ja, dat weet ik niet zeker, maar ik vermoed met een hele grote zekerheid dat dat centraal werd aangestuurd. Want die posters, ja, die werden centraal gedrukt. Ja, dan moet iedereen het over hetzelfde onderwerp hebben. Onderhoudende lezingen. En in de pauze was er dan zo'n boekentafel. Daar heb ik ook de geheime leer gekocht. Voor heel weinig geld. Ja, daar kon ik het niet voor laten liggen. En dat andere boekje, Occulte Verhalen. Schiet me nou bijna te binnen. En dat vond ik best leuk. Het ging over moraal. Dus er zijn moralisten. Waarbij bij hun dus geldt dat de straf voor een immoreel leven. Dus iets van een, ja, je wordt gelijk teruggestuurd naar de aarde ofzo. En als je het dan hebt over de hel, waar het eeuwig brandt of zo. Ja, denk eens aan jezelf. Ja, jij brandt toch ook, of niet? Je bent toch warmbloedig, of niet? Nou, waar komt die warmte vandaan? Ja, van verbranding natuurlijk. Dus terwijl je hier op aarde bent en leeft. Ja, want als je sterft, ja, dan daalt je lichaamstemperatuur heel hard. Want dan brand je niet meer. Zolang je leeft, dan brand je. Dus dan brand je hier op aarde. Dus dan is dit dus de hel. Daar komt het ongeveer mee. Nou, zo kan je toch beschouwen. Ja, dat is niet mijn ding, maar
Ik ben kritisch op het hele gedachtegoed, maar je hoeft niet alles terzijde te schuiven. Dan heb je dus die symbolen zoals de swastika, dat komt uit die hoeken van India, Tibet. De swastika is dat hakenkruis. Heel krachtig symbool. Daarom werd het ook gebruikt om het Duitse volk helemaal crazy te maken. De Duitsers hadden geen flauw idee waar die meuk vandaan kwam. Iedereen dacht dat Adolf de vioolspeler, Adolf Hitler. Hè? Hitler is een fiddler. Grapje. Adolf Hitler, dat een geniale man was. Nee joh. Hem zijn al die dingen aangereikt. Zo is dat. Het hakenkruis is heel oud. Heeft niks te maken met het sociaal socialisme. Niks te maken met Adolf Hitler. Dat symbool was er al millennia daarvoor. Het hakenkruis staat op de eeuwige rondgang. Je moet zien, er draait een kruis in de rondte, een vurig kruis. En dan die punten, die trekken een streep achter zich aan. Ja, dat is een vliegtuig, heb je zo'n spoor daarachter. En zo moet je dat symbool zien, dus die haakse dingetjes erop, die staan voor de rondgang. Die symboliseren de beweging. Daar gaat het. Ja, dat mag hoor van mij. Ook een hele leuke van de theosofie is. Over die reïncarnatie heb je dan. Hè? Maar je hebt ook die fraaie. Van dat de apen afstammen van de mensen. Ja. Ben je gelijk van Darwin af. Nou waren we eigenlijk al lang van Darwin af. Alleen... Iedere keer begint de tv er weer over en dan staat het weer in de krant. En ze blijven die oude meuk maar weer opdissen. Terwijl het al lang in de jaren 30 van de 20e eeuw onder de evolutiebiologen of hoe heet dat. Die mensen die zich bezighouden met de oorzaken van het leven. Darwin was al meest muilend terzijde geschoven, man. In de jaren 30 van de vorige eeuw. Gibber. Nou, de theosofen die doen daar dus niet aan. Want apen stammen af van de mensen. En het verhaal is dan dat er mensen waren. En ja, die zijn dus het oerwoud ingetrokken. Van, oh, die samenleving. Nou, ik zie het niet zitten hoor. Ik ga wel in de bos wonen. Nou, je kan zien wat er van gekomen is. Hè. Kijk maar naar een gorilla. Of een orangutang. Of een chimpansee. Of een bonobo. En, dan zie je hoe dan die mensensoort, hoe die gedegenereerd is. Ja, maar je mag niet zeggen dat apen gedegenereerd zijn. Die zijn net zo goed als wij. Ja, behalve in ABCDE. Heb je ooit een aap zijn nagels zien knippen? Nou, ik dacht het niet. Doe neem zo'n orangutang. Als er één iemand is die een keer naar de kapper moet, is dat wel een orangutang. Doen ze ook niet. Dat vond ik wel een opmerkelijk. Dat vind ik wel tof. Oh ja, wat ze ook zeiden over karma. En hun stellen karma gelijk aan de wet van oorzaak en gevolg. Daar hebben ze een punt. Dus karma is dus niet dat je bent voor een dubbeltje geboren en je zal nooit een kwartje worden. Nee. Het gaat om oorzaak en gevolg. En dat, ja, je oorzaak, dat is je afkomst natuurlijk, je familie. De plek waar je bent opgegroeid.
En dat heeft gevolgen voor de rest van je bestaan. Vond ik een hele goeie. En een hele interessante lezing. En dat was een vrouw. Van die theosofen daar dan bij die stichting Isis. En dan was er een vrouw en die hield de intro. En dan kondigde ze Flip of Barend aan. Flip Whisky of Barend Voorham. En dan kwamen die mannen dan. Dan ging die vrouw netjes zitten. Net als dat in de Bijbel staat. In de kerk hebben de meisjes de mondjes dicht. En nu ineens kwam er een vrouw. Ik zei, hey, dus weer eens wat nieuws. En die vrouw, die was, was een theosofe, denk ik, ja. En die was met twee vrijmetselaars naar Egypte afgereisd. En daar kregen ze toegang tot de piramide van Cheops. Erg interessant. En zij vertelde, haar woorden. Hè? Zij vertelde dat die dingen gaat er door voor een soort van graf, hè? Dus als er dan een farao dood ging, dan gingen ze als een sodemieter een piramide bouwen en dan stopten ze dat lijk erin. Of ze gingen alvast beginnen met bouwen voor het geval die dood zou gaan. En zo gauw die dood was, heb ik in de piramide. En dan afgrendelen die de boel. Nou, volgens haar was dat niet waar. Het ging om het laten sterven van je ego. En hoe laat je iemand zijn ego sterven? Nou, dan moet je hem ontzettend veel angst aanjagen en hem laten denken dat hij doodgaat. Moet je even denken aan dat gebouw van Skull and Bones wat op Yale University staat in Amerika. Dat gebouw heet The Tomb. De graftomb. Een gebouw zonder ramen, by the way. Hoe ze daar ventileren, weet ik niet. Daar zullen ze wel een trucje op hebben verzonnen. Waarom niet? En die piramide was zo ontworpen. Er zit dan een opening in. En dan gaat dan iemand die aangewezen is door de priesters, als een nieuwe leider. En dan, meestal een jong iemand. En die moet dan die gang in en tegen hem wordt verteld, ga erin en je komt er niet levend uit. Zoiets, iets angst aanjagen. Oh ja, nee, als je door dezelfde opening naar buiten komt, dan is het chop chop, dan gaat je kop eraf. Zoiets was dat. Nou nee, heb je hem gelijk wel goed zitten, hè, als jonge aristocraat, toekomstige mogelijke leider. Maar hoe kom je eruit? En dan ga je die gang af en dan, dat is een doodlopend iets. En dan kom je in een klein kamertje en daar is geen zak te beleven. Er zit ook nog een asymmetrie in, waardoor je denkt van, hé, het is asymmetrisch. Ja, maar meer is het ook niet. En het is stikdonker. Dan zit je meters onder de grond. Dus je moet geen last krijgen van claustrofobie, want dan krijg je een hartaanval. Ja, dan moet ze iemand dus helemaal gaan tasten en zeker weten dat hij niet meer verder kan. En dan kan ze iemand alleen nog maar beslissen van, nou, dan ga ik toch maar terugkruipen. Want ja, wat moet je anders doen? En dan komt hij erachter dat op de weg omhoog, dan merk je dat er in het plafond ergens een gat zit. En daar moet je doorheen. En dat heb je niet in de gaten als je omlaag gaat. Dat heb je alleen maar in de gaten als je denkt van, oh, ik kan niet helemaal terug, je moet ergens en op. En dan vind je hem. En dan kom je in de koninginnenzaal. En dan kom je in de koningszaal. Heb je hele tekening gezien.
Ik heb, toen ik die lezing heb gehad, heb ik die tekening nog nagetekend. We hadden zo'n bord, zo'n whiteboard in de keuken hangen. Kleintje. En allemaal viltstiften. Dat ding even nagetekend. En uitgelegd. Ja, zo zit het in elkaar. En dan kom je uiteindelijk terug in dan kom je door op de koningszaal. En daar zitten allemaal mensen klaar. En er is een soort van podium, maar dat is niet 50 centimeter hoog. Dat is moeilijk om daar bovenop te klimmen. En dat wordt van jou verwacht. En er ligt er dan in het, zeg maar, het brandpunt van de piramide. Daar ligt een graftombe. Zonder deksel. Daar kan je gewoon in gaan liggen. Dat ritueel hebben ze bij Skull and Bones ook. Ja. Zwaar verbonden hoor, al die mythologische meuk. Ik dacht net even niet. Ja, als je dat dan volbracht hebt, dan ben je dus gestorven. Maar niet thuis. Je hebt alleen, je hebt weer 30 kleuren stront geschreven. Vrezend voor je leven. Want je weet natuurlijk niet wat je gaat overkomen. En ook, het vertelde die vrouw, dat er perioden waren waarin er best wel nodig was dat er een nieuwe farao zou komen. Pikant detail is dat het woord Führer, het lijkt heel veel op farao. Toch? Dat scheelt een paar klinkers, meer niet. En dan bleef die piramide, die bleef dicht. We gingen naar de priesters toe en dan werd aan die priesters gevraagd, nou, heb je een nieuwe exemplaar onder ons? En dan zeiden die priesters, nee. Alleen maar stelletje slaapjanussen, ja, die kan je er wel insturen, maar die komen toch niet terecht in die tombe daarboven. Die redden het niet, er komt alleen maar ellende van. Ja, maar we willen een nieuwe farao. Ja, zijn die priesters nou. Doorneuken. Stoer verhaal, vind je niet? En dan breek je het ego van zo iemand. Nou, daar komt het in. Het is een vorm van mind control. Dus dat is een hele oude techniek. En ook het verhaal van Jay Parker. Die is opgegroeid in zo'n satanistische toestand, meuk. Hem is ook zoiets overkomen. Dan werd hij in een put gedonderd. Dan schoven ze de putdeksel erbovenop. En voordat hij dan bijna dicht zat, werd er naar beneden geroepen. Jouw naam staat niet in het boek der levenden. En de huppakee, deksel erop. En dan zit je daaronder in die put. Dan zit je echt in de put, hoor. Dan denk je, wauw. Ik zit in de put. Nou, cool. Rare jongens die Egyptenaren en Theosofen en vrijmetselaars. Het is niet mijn ding. Doe mij de Bijbel maar. Lekker simpel. Af en toe een goede moordpartij, maar dan wel alles afslachten. Niet de lekkere wijven mee naar huis nemen. Wat de Joden eventjes dachten te doen, hè, onder Mozes. Toen Mozes de opdracht had gegeven van het volkje over daar. Sorry, dat is Engels. Hè. Dat volkje daar. Kill the Mofos. En Mozes had daar alle reden voor. Waarom? Niet lopen janken. Hè. Zoals Marco. Dat volk heette de Medanieten. Niets dan ellende kwam daarvan. Ja, dan is het afgelopen. Er braken zelfs epidemieën uit.
mensen onder het volk gods. Dat is niet per se de Joden, by the way, maar in die dagen wel. In principe is het volk gods niet een bepaalde genealogie. Look it up in je Bijbel, jongen. Staat in het boek Daniel. Ja, toen kwamen die strijders, die kwamen terug met de lekkere wijven. Waarop Mozes zei, dit was de afspraak niet. Toen hebben ze die vrouwen alsnog afgeslacht. Alleen de kleine meisjes laten leven. Voor zover ze maagd waren. En die werden opgenomen in de gemeenschap. Dat vind ik er wel genade. Niet het leukste verhaal om voor te lezen op kerstavond, maar op wat voor een avond dan ook. Het klopt wel. Ja, doe mij de Bijbel. Meer van mij. En de laatste anekdote die ik jullie niet wil onthouden, was dat ik op een dag was ik weer eens bij die lui. Ik ben er 5 keer geweest of zo. Was ik weer eens bij de lui. En de pauze kwam. Ben ik een biertje gaan drinken. Volgens mij mocht je toen nog roken. Ja, dat zou kunnen. Het rookverbod was 2007. Dus ik was daarvoor. Ja. En ik was klaar met mijn biertje. Mijn checkje was klaar. Ik liep terug. En de zaal was een paar mensen waren alweer terug. En Barend Voorham en Flip Whisky, die stonden bij de overheidsprojecten met elkaar te kletsen. Ik denk, oh, even interessant. Ik doe net alsof ik er niet ben en ik ging binnen gehoorsafstand staan. En hadden die twee mannen het over Auschwitz. En die een zei tegen die ander, ja, er waren ook mensen heel gelukkig in Auschwitz. Want bij het ochtendappel, daar stond de zon aan de ene kant. En bij het avondappel stond de zon aan de andere kant. En daar werden ze helemaal verlicht van. Ik denk, oh. Gelukkige Auschwitz-bewoners. En ik heb ook nog dat blad gekocht van die lui. Ja, 3 keer raden hoe dat blad heet. Dit was zo'n maandblad. Maar ik geef je 10 seconden. Ja, Lucifer natuurlijk. Wauw, ik vond het zonder verhaaltjes in. Best aardig geschreven. Een leuk blad met een kleurige voorkant. Een inhoudsopgave. Wat netjes verzorgd. En een verhaaltje over dit en een verhaaltje over dat. Toch een paginaatje of 20, 30. Ja, ik had het zo uit. Ik was er niet echt onder de stoel van gevallen van verbazing, moet ik zeggen. Maar ik vond het wel grappig dat ik dat had. Dat had ik prominent bij mijn... Ik had in de woonkamer een werkplek. Je kleintje. En een paar planken. Dan had ik dat op die plank gezet. Maar toen kwam mijn zwager, die kwam langs met zijn kinderen. En zijn nieuwe vrouw. En die is bijbelgelovend christen. De vader is missionaris geweest. Zij is opgegroeid in Suriname. In het oerwoud. In dorpjes of zo. En die vrouw, een hele lieve vrouw. Die kwam binnen en ik had er helemaal niet over nagedacht. En je ziet dat blad. Ik zie haar ogen echt helemaal open gaan. Wat krijgen we nou? Ja, ik begrijp het aan de ene kant wel. Maar het was niet bedoeld van mijn kant om haar te provoceren. Ik had er helemaal geen rekening mee gehouden. Ik bedoel, het merendeel de mensen die ziet dat er een blad is en het heet Lucifer. Dan denken ze, oh, is er ook een blad dat aansteker heet?
Oh. Was om ja, willekeurig bezoek te provoceren. Ja, niet Lydia. Hey, lieve mens. Dat was de moeite niet waard. Dat had ik eigenlijk een beetje. Dat ik dacht, ja, dat had ik niet moeten doen. Maar Lydia heeft er verder geen vragen over gesteld. Die heeft het er gewoon bij gelaten. Dat vond ik ook goed. Ik had ook geen behoefte om met haar erover te praten. Ik bedoel, zij is een bijbelgelovende christen. Ja, wat mij betreft is dan jouw metafysica af. Als je de Bijbel begrijpt, wat wil je nou nog meer? Als jij er geen moeite mee hebt, en even thee aan het inschrijven. Het is trouwens mijn 6e dag zonder drank en wiet. En dan honger dat ik vandaag had, man. Zo heb ik net wel. Heb ik ook maanden niet gedaan. Heb ik relatief gesproken veel gegeten vandaag. Nee, ik bedoelde dat niet zo naar Lydia. Maar verder tussen mij en haar zit het. Heel jammer dat ik ben eens gescheiden van die moeder in 2010. Op de verzoek van die moeder. Die moeder wilde verder met een andere man en die dacht, nou dan ga ik eerst maar even scheiden, anders lijkt het zo buitenechtelijk. Terwijl ze al lang met die kerel geneukt had. Ik werd even ingeruild. Maar trouwens, met die man is het helemaal niets geworden. Ze uiteindelijk koos ze voor nog een andere man. Nou goed, dat is tot daar aan toe, maar daardoor zag ik Lydia niet meer. Dat vond ik jammer. Zij was de enige in de familie die. Toen was het 2005, toen kwam ik achter dat bedrog van het officiële verhaal rond de aanslagen van 11 september. En iedereen, wauw, jij samensweringsdenker. Yeah. En Lydia had er netjes de mond. Die luisterde heel goed naar haar man. In dit geval was die man dat niet waard. Ik had niet zoveel respect voor die vent. Maar het is haar kerel. Ik heb daar nooit wat van gezegd. Nee, natuurlijk niet. Zij is toch getrouwd. Heel volzaam. En zij zei nooit wat. En zat iedereen tegen me in te kakelen. Nee. Negatief gedoe. En een keer waren ze bij ons om te gaan eten. En iedereen was er naar de keuken. En ik was er nog iemand bezig. Ik weet niet wat in de kamer. En Lydia die was aan het treuzelen. Tot iedereen in de keuken zat. En toen zei ze met een zachte stem tegen mij. Maar ja. Ik las in de krant. Of op internet. Dat er op een Duitse school een scholier was. En die was in de klas begonnen. Over de aanslagen van 11 september. Dat het officiële verhaal niet waar was. En die jongen is van school afgezet. Ik zei, oh. Zei, en wat vond je daarvan? Nou, zei ze. Dan maak ik me wel een beetje zorgen. Zei, meisje. Nou, zei ik niet helemaal. Ik zei, Lydia. Trek je nergens wat van aan. Jouw hart is bij Jezus en vice versa. Don't worry. Romeinen 12, vers 19. Vengeance mine. Dat is de Heere Heere aan het woord. Hij moest een beetje lachen. Ik zei, kom op, we gaan eten. Ja, het is een mij en haar. Hartstikke leuk. Altijd heel erg leuk. Ja, dat was het. Ik vind dat ik het goed heb. Ja, dat is alles wat ik weet van Theosofie. Ja. Af alles. De grappigste dingen. De meest opmerkelijke.
Ga er gerust een keer kijken. Ze houden lezingen overal in het land. Stichting ISIS, dat kan je zo vinden op internet. Is er ISIS.org of zo? Maar dat vind je wel. De Theosofische Stichting, die moet je hebben. Hoofdkantoor in Den Haag. Zit in Den Haag. Er kan helemaal geen kwaad hoor, om daar naartoe te gaan. En misschien dat jij er weer andere dingen uit oppikt. Dat je denkt, oh, Perry zei dit, maar dit vind ik ook wel opmerkelijk. En waarom niet? Het zijn toch mensen? Maar ze prediken geen jodenhaat. Ze zijn niet anti-neger. Helemaal niet. Het is een gedachtegoed dat mensen aanspreekt. Ja, nou en? Zijn die mensen dan slecht omdat ze geen Bijbel lezen? Ja, dan is Marco ook een lul. Maar dat is ook niet zo. En Wim Bulsing, ja, die weet hem wel wat Bijbelteksten. Die is protestant opgevoed. Maar hij is ook geen Bijbellezer. Wat maken hem aan? Ja? Om mensen in hun waarde laten. De eerste zullen de laatste zijn. Dus ik kan wel zeggen, ja, ik lees de Bijbel en Piet nog niet. Ja. Maar als Piet straks de Bijbel gaat lezen, dan streeft hij jou voorbij. Mogelijk. Ja. En dan kan je niet beroepen op het feit, ja maar hij zegt, hij gaat nou pas de Bijbel lezen en ik doe dat al 6 jaar. Of 16 jaar. Of 60 jaar. Nee, dat zegt niet. Dank jullie wel. Voor het luisteren. En op zijn hamburgers zeg ik zeer officieel. Tjus. En dag lieverds. En heb een beetje respect voor elkaar.